En ik zie vanuit deze positie dat de atleten zich hebben opgesteld voor de eerste serie 800 meter. Janus, baan 6. Advocaten. En nogmaals, de eerste drie snelste krijgen we geldprijs. En wij gaan op. Maar stilte voor de start voor dit. En daar komt het startschot voor de eerste serie 800 meter. We zien hier Ron, Stivo, Menno, Hugo, Pim, Raymond, Edward, Willem en Janus. En ook erbij zie ik mijn lijstje, Michiel de Ruiter. En dat zal natuurlijk een kopstuk worden. En we zien vanaf hier Ron van Diepen, aan het trainen van een aantal pupillen van Hera, direct de kopstuk genomen. We zien Edward Appelman het gaatje dit langs. De omstandigheden zijn ideaal, dus het zal ongetwijfeld hard worden geopend en zal de tijd van 1.54 van de editie van 2010 worden verbeterd. En hier zal beslist worden en we zien dat Tim Alderaar een klein gaatje heeft geslagen en hij wordt gevolgd door Michiel de Ruiter. En zal het gaatje worden dichtgelopen, zal er worden versneld, we gaan het zien. Maar ons nog zitten we op een schema van ongeveer 1.54, we zal het ook worden gehaald. We zien vanaf hier dat Ron van Diepen op haast is uitgestapt en we zien nog Wim Molenaar zijn versnelling in gaan zetten. De tweede plaats. En volgens nog eens de derde plaats. Tweede plaats Edward Appelman. Wie gaat deze 800 meter winnen? En de handjes staan geduwd op elkaar, want wie gaat de geldprijs pakken? Aangeboden door de Topman advocaten. Dat gaat heel spannend worden. Het is 743 in de middelgrote. Vervolgens op de tweede plaats door 766. Is het Hugo de Haan. In de tijd van 1.52. En ik zie de handjes allemaal in de lucht gaan. Een hele goed ingedeelde.